Hey, hey, nieuwe Weekly Web Hero, je wekelijkse afspraak om je website te gaan verbeteren. En deze week gaat het over de call to action op je website. Hallo allemaal, morgen ben ik gastdocent in een masterclass met 12 tot 15 ondernemers. En ik heb eigenlijk de websites gescand van iedereen die aanwezig zal zijn, met de bedoeling om al hun websites een beetje beter te gaan maken. En wat mij heel hard opviel, is dat op eentje na niemand echt aandacht had besteed aan de call to action op de website. En het is maar een klein knopje, maar het is een heel belangrijk knopje. En daarom heb ik besloten om er vandaag nog een video over te maken. Maar ik ga eerst nog een andere vraag beantwoorden, want ik kreeg die vraag deze week. De vraag was, waar haal jij al die energie om die video's te blijven maken? Wel, die energie die komt natuurlijk uit onze WebHero-missie. Hè? Wij willen de digitale held zijn van zelfstandigen en KMO's en we willen hen helpen om digitaal sterker te worden. Want persoonlijk vind ik dat wij ongelooflijk ver achterstaan ten opzichte van de buitenlandse concurrenten. En daardoor spenderen wij allemaal miljarden in het buitenland zonder er echt bij na te denken, terwijl we eigenlijk voor onze economie net lokaal zouden moeten shoppen. En door onze video's en de podcast, want we zijn nu ook aanwezig op Spotify en Apple, hoop ik meer ondernemers en marketeers te gaan motiveren om die achterstand met het buitenland te gaan verkleinen. Go Belgium! Maar nu gaan we het hebben over het onderwerp van de week, de call to action. De call to action is maar een heel klein itempje op die website, maar die is natuurlijk wel enorm belangrijk. En ik merk dat daar eigenlijk vaak niet goed wordt over nagedacht of niet genoeg wordt over nagedacht. En een goede call to action, ja, dat kan het verschil zijn tussen een bezoeker die afhaakt of een bezoeker die verder klikt, die misschien de telefoon pakt, die een offerte aanvraag doet of die misschien zelfs onmiddellijk iets gaat aankopen. Dus kort door de bocht, van alle tekst op je website zijn de enkele woorden die je gaat schrijven voor de call to action misschien wel bij de belangrijkste. En daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Want die call to action is eigenlijk een instructie die je aan de websitebezoeker geeft nadat hij al beslist had om op jouw website te komen bezoeken. En die call to action is vaak het eerste wat ze zien en het laatste wat ze zich herinneren. Dus het moet sterk, uniek, het moet helder zijn, het moet meeslepend zijn, activerend. Het is de boodschap die je de lezers vertelt wat jij wil dat zij doen. Het moet heel glashelder zijn. Dus enkele tips om meer conversie te halen met de call to action. Eerst en vooral, het eerste puntje, is de call to action moet in het oog springen. Maak daar een echte knop van. Ik kom soms nog steeds van die onderlijnde tekst tegen. Ja, dat is niet voldoende als een call to action. Hè? En als je een knop gaat maken, gebruik dan een accentkleur die er uitspreekt. Dus met andere woorden, bijvoorbeeld geen lichtgrijze knop op een witte achtergrond. Of geen ghost button. Een ghost button, dat is eigenlijk een knop die dezelfde kleur heeft als de achtergrond. En je ziet alleen maar de zwarte de lijn of zo. Hè? Dus je hebt een witte achtergrond, een witte knop en een zwart lijntje daar rond. Dat ziet er natuurlijk heel stijlvol uit. Maar ja, dat valt niet hard genoeg op. Enkele voorbeelden, bol.com bijvoorbeeld. Ja, die hebben altijd een blauwe kleur, die heel hard opvalt. Maar de koopknop is een gele call to action. Bij Amazon, ja, daar heb je meestal een wit scherm met een zwarte balk bovenaan. Daar is de call to action geel-oranje. Ja. En als laatste tip, zeker als je die gebruikt op een homepage, is, geef die knop voldoende witruimte, dat die heel hard opvalt. Dus op die manier gaat die heel hard in het oog springen. Nu, dat is de knop. Bij die knop hoort natuurlijk ook een bepaalde boodschap, een bepaalde tekst. Dus ja, gebruik actiegerichte tekst als je gaat schrijven voor je call to action. Wat niet actiegericht is, bijvoorbeeld gewoon contact of afspraken. Soms zie je dus gewoon een call to action met contact in. Ja, dat is niet echt activerend. Ja. Je kan een passieve boodschap hebben, bijvoorbeeld ontvang onze nieuwsbrief. Daarover zijn de meningen soms verdeeld. Mensen ontvangen graag iets, dus passief kan wel goed zijn. Of je kan naar licht actief gaan, hè. Meld je aan om meer te lezen. Ontvang gratis tips. Hè. Leer alles over call to actions. Of je kan heel activerend gaan schrijven. Bijvoorbeeld, schrijf je in voor de nieuwsbrief en
maak van je website een conversiemachine. Hè? Bijvoorbeeld bij ons proberen we al een positief antwoord te geven op het eindresultaat. En dat wordt, ja, ik wil een nieuwe website. Hè? Dus de boodschap moet helder zijn en activeer het. Je kan ook een beetje neuromarketing gaan toepassen. En de bekendste voorbeeld van neuromarketing is Booking.com. En die werken heel hard met de FOMO, hè, de Fear of Missing Out. En eigenlijk wat er vaak staat, dat gaat heel herkenbaar zijn, hè. Laatste kamers beschikbaar op onze site. Er kijken 15 mensen naar deze kamer. Ja, dan krijg je zo dat stressgevoel van, ja, ik moet nu gaan boeken of ik ben te laat, hè. Dus dat is eigenlijk die neuromarketing. Een ander voorbeeld wat je kan toepassen is, maak nu gebruik van de tijdelijke 50% korting of zo. Dus de mensen beseffen dat ze nu moeten actie ondernemen of ze missen het. Dus dat kan je ook gebruiken voor de call to action. Soms heb je ook de typische twijfelaars. Iedereen heeft zowel een paar vrienden waarvan hij zegt van ja, dat zijn altijd die twijfelaars. Daar kan je ook een beetje neuromarketing op gaan toepassen. En bijvoorbeeld kan je onder de call to action nog een kleine boodschap geven. Bij ons, op onze website, is er zo'n blok. Daar staat ontvang gratis tips. Hè. En de boodschap die daaronder staat is, meer dan 3000 ondernemers gingen je voor. Ja. En op dat moment dat die mensen aan het twijfelen zijn, krijgen ze zo bevestiging. Alle andere ondernemers die dat ook naar gekeken hebben, die hebben dat ook gedaan. Dus ik zal dat ook wel doen. Hè. Of je kan bepaalde mogelijke obstakels gaan ontkrachten. Bijvoorbeeld, als je een account moet aanmaken voor een software, soms staat daaronder geen creditcard vereist. Omdat je maakt al automatisch de assumptie, dat misschien ergens een creditcard zal gevraagd worden, maar dat is helemaal niet. Dus je kan dat obstakel al ontkrachten door het daaronder te schrijven. Voilà. Waar heb ik nog aan gedacht, of wat ben ik nog tegengekomen vandaag toen ik aan het scannen was, is dat er heel vaak call to actions niet boven de fold staan. De fold is eigenlijk je scherm. Voor je begint te scrollen, is alles boven de fold. Van het moment dat je begint te scrollen en je trekt er een fictieve lijn, is onder de fold. Dus probeer je call to action al boven de fold te plaatsen. Alhoewel je zou denken dat heel veel mensen automatisch beginnen te scrollen, zien we dat dat eigenlijk toch niet het geval is. Dus scrollen, of moeten scrollen om de call to action te zien, zou de conversies aanzienlijk kunnen verlagen. Dus zorg ervoor dat die call to action boven de fold staat. En een call to action die natuurlijk van boven staat, die trekt ook onmiddellijk de eerste aandacht. Ja? Je kunt die uiteraard ook nog herhalen. Hè? Het is niet omdat die alleen maar boven de fold staat, dat die niet herhaald kan worden. Sommige call to actions, die scrollen ook gewoon mee met de fold. Je gaat omlaag scrollen en dan blijft die voortdurend in beeld. Dus denk goed na. Een boven de fold, een goede titel, een goede call to action, een afbeelding en een paar korte zinnen kunnen soms effectiever zijn dan 1000 woorden. Want mensen hebben niet altijd heel veel geduld of zin om alles te lezen. En als ze dat toch gaan lezen, dan gaan ze wel lezen en dan komen ze die call to action nog wel eens tegen. Het zesde puntje is, je mag je waardepropositie niet vergeten. Hè? Je waardepropositie is wat je prospect te bieden hebt. What's in it for them? Hè? Idealiter is het iets wat ze kunnen krijgen van jou, maar wat ze misschien niet bij de concurrent kunnen krijgen. Ja. En vaak is dat moeilijk om dat heel kort te schrijven. Dus de oefening die je moet doen is, je schrijft eerst je waardepropositie uit en dan ga je die daarna proberen te herleiden tot zo weinig mogelijk woorden. Dat het heel kort, maar krachtig is. En dan mijn zevende puntje dat ik had genoteerd eigenlijk voor vandaag, voor de call to action. Ja, dat is testen. Hè? Want soms denk je dat je het weet, dat je een onweerstaanbare call to action hebt geschreven, maar misschien werkt het dan toch niet zo goed. En dus je kan altijd testen en nog eens testen en nog eens testen. Je kan daar tools voor gebruiken. Hè? Bijvoorbeeld AB-testing met Google Optimize, dat je aan 50% van je websitebezoekers de ene call to action toont en aan 50% van je websitebezoekers een andere call to action toont. Maar dan moet je natuurlijk wel duizenden bezoekers hebben of de test lang genoeg laten lopen voor de kritische massa om te kijken welke het beste werkt. En als je dan één van de twee gekozen hebt, dan kan je eigenlijk een nieuwe test laten lopen en zo kan je altijd proberen de conversieratio een beetje te proberen te verhogen. Zo,
Dat was de video over call to actions. Ik hoop dat jullie er weer iets hebben van kunnen oppikken om jouw website beter te maken, want dat is uiteindelijk de bedoeling. En feel free om jouw ervaringen te delen in de comments onder de video. Als jij al geëxperimenteerd hebt met call to actions en je hebt er iets uit geleerd, deel het met de rest. Tag gerust mensen die er eens aan kunnen hebben. En wil je meer van deze video's zien? Wel, abonneer je dan zeker op onze channels. Voeg mij toe via LinkedIn. We hebben een Webhero YouTube channel. En sinds vorige week kan je deze video ook luisteren als een podcast op Spotify en op Apple Podcast. Heb je zelf vragen over je eigen website om die mogelijk te verbeteren? Stuur me gerust een video. Dan kunnen we die video misschien opnemen. Dan gaan we je vraag behandelen in een van de volgende weekly webheroes die we nog gaan maken. Dus alvast bedankt om helemaal tot het einde te kijken en tot volgende week.